Een hele goede middag en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dag 2 dat ik geen suiker mag. Dag nummer 1 hebben we veilig overleefd met af en toe een beetje wat drempeltjes, maar we hebben het overleefd. En ik zat gisteren heel erg leuk in de vlog te vertellen dat ik het liefst geen medicijnen wil slikken, omdat ik wilde dat mijn lichaam alles zelf hield. Maar... nou zei ik, het enige wat ik slik zijn vitaminepilletjes. Gisteren heb ik geen één vitaminepilletje genomen. Dat is niet via Meissie. Maar wat ik me afvroeg is, zit hier suiker in? Want het smaakt best wel zoet. En zelfs als die suiker in zit en ik neem er soms één, dan ben ik nu al gelijk gefaald. En dat wil ik niet. Dus dan ga ik eerst maar even naar kijken. Even kijken. Calcium, jodium, koper, ijzer, zink. Tenminste, houdbaar tot 2018. Dat is ook wel heel erg belangrijk om te weten. Maar ik zie hier niet in staan dat er suiker in zit. Dus dan denk... oh, wacht. Droog bewaren, buiten bereik van jonge kinderen bewaren. Deze verpakking is geen speelgoed. Nou, ik vind het wel speelgoed. Stel, je kijkt nu pas weer in mijn vlogs. Leuk dat je weer kijkt. Ik heb mezelf uitgedaagd om een hele maand geen suiker te eten. Het enige wat ik mag is natuurlijke suikers, wat in fruit zit. Maar verder geen koekjes, geen snoepjes, geen ijs, geen brood, geen weet ik wat allemaal. Sommige broods mag ik wel, want niet in alle brood zit suiker. Maar het is gewoon zo een challenge voor mij. Geen suiker. En mocht je willen weten waarom, puur omdat ik wil weten hoe mijn lichaam erop reageert. Ik dacht, het is misschien wel leuk. 1 maart ben ik gelijk van start gegaan, niks meer gegeten. Ik ben natuurlijk wel eventjes 28 februari nog eventjes voor de laatste keer naar de KFC gegaan. Maar daarna was het ook gelijk afgelopen voor mij. Wij hebben net boodschappen gedaan en het is zo moeilijk om eten te vinden waar geen suiker in zit. Bijna in alles zit suiker. Dat is echt gewoon bizar als je erover na gaat denken... hoeveel suiker je wel niet eigenlijk op een dag eet. Want normaal, als ik in de supermarkt loop, zal ik het gewoon pakken in het karretje leggen of in het mandje leggen. Maar nu moet ik echt elk achterkant lezen. En ik vind het ook wel leuk om te doen. Want dit geeft je ook weer een besef hoeveel je eet. En hoeveel suiker en hoeveel ongezonde dingen. Ik wil niet helemaal op de gezonde toer gaan, dat uiteraard niet. Maar het is me gewoon heel erg opgevallen. Ik ben nu lekker aan het ontbijten. Het is onderhand weer 11:30. En ik heb een glas melk. En ik heb een ciabatta broodje met... boterhammenworst en een klein beetje mosterd. En daar zit allemaal geen suiker in. En natuurlijk, niet te vergeten, appeltjes! Want daar zitten natuurlijke suikers in en dat mag ik dan weer wel. Ik kom er gewoon net pas achter tot deze vlog gewoon vlog 199 is. What? Dit is gewoon al vlog 199. Ik ben nu vlog 198 aan het editen. En ik dacht bij mezelf... ik heb een tijd geleden aan jullie gevraagd wat ik moet doen bij de 200ste vlog. Ik heb allemaal leuke dingen gekregen, maar ik weet niet meer welke vlog ik het vroeg. Dus nu moet ik alles even terug gaan kijken. Oepsie! En dat is morgen al. Dus als ik iets wil uitvoeren, moet ik nu dingen gaan halen. Weer goed voorbereid, Sarella. Acrylnagels er netjes van afgehaald. Het ziet echt heel nasty uit. Maar dit zat serieus op mijn nagel. Dit zijn mijn nagels nu. Ik heb ze een beetje roze gelakt. Met de kleur... waar kan ik het ook weer vinden? 106 Zandwa. En ik wou met mijn statief anders zetten. En ik... oh ja, sorry. Nee, dat was echt niet mijn bedoeling. Maar mijn middelvinger... daar is het nagellak nu van beschadigd. Ik stak gewoon mijn middelvinger op. Zagen jullie het? Oeps. En ik zeg het je eerlijk. Een normaal mens gaat naar de nagelsalon. Maar als je Sarella heet, dan trekken het er gewoon lekker zelf vanaf. En dan zou je denken, oeh, pijnlijk. Maar geloof me, het is niet pijnlijk. Ik doe gewoon altijd mijn nageldoek onder. Of mijn nagel. Ik doe altijd mijn tanddoek onder. En dan trek ik hem zo er vanaf. Zo tjats, in één keer. Eigenlijk als ik het zo vertel, zou je echt denken, oh, dat doet pijn. Maar het doet echt geen pijn. En je nagels,
ja, die blijven er gewoon op zitten. Dus ik heb ze nu even roze gelakt. En ik ben echt een nagelbijt. En als ik nu naar mijn nagels kijk, denk ik bij mezelf, oh, ik heb nagels! Ik heb hier al maanden op gerepeteerd. En het is eindelijk zover, guys. Jullie krijgen een exclusief stukje te horen van mijn nieuwe album. Time to Eat. Ready? Zijn jullie klaar? Hey ladies, it's time to cook. Grab your food and make some dinner. Ai, wat vind je? Rama vindt het leuk. Wat vind jij ervan, ladies? Zeg maar, ik vind mijn baasje geweldig. Het is nou een grapje. Het zal toch wat zijn als je echt zo'n album uitbrengt. Nee, het is tijd om lekker te gaan eten. En we eten vanavond pasta! Yay! En uiteraard is het ook pasta zonder suiker. En bijna bij elke pot zat er suiker in. Maar bij deze pot zit er geen suiker in. Alleen natuurlijke suikers. En ik ga het nog even voor de zekerheid checken. Just in case. Er zit in tomaten, water, groente, ui, wortel, glucose, gemodificeerde maïszetmeel, zout, raapzoutolie, citroensap, kruidenaroma, witte peper en kruidenextract. En no sugar. Spaghetti met pasta. Eet smakelijk. Oh ja, Nigel is er ook weer. Waarom ben je er nou alweer? Ik weet niet. Je bent altijd, hè? Schijnt niet eens. Ja. Bepaald tijdstip moet je doen. Ja. Dan ben je er ineens. Echt heel vaak. Eet smakelijk, schat. Slapen. Ik heb onwijs last. Ik heb hier een bultje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar een heel klein bultje hier. Een heel klein bultje is het. Zien jullie hem? Misschien als ik hem iets omhoog doe. Het bultje doet zo ongelooflijk pijn. En ik heb het eigenlijk wel vaker dat ik een bultje daar heb. En ik weet ook echt niet hoe het komt. Het is niet van dat ik mijn wimpers er zelf uittrek of iets. Dat absoluut niet. Maar het komt ineens en dan de volgende dag is het weer weg. Maar als ik het heb, doet het echt gewoon pijn. Het is gewoon irritant. Alsof je hebt het gevoel alsof het elke keer een haartje of zo in je oog zit. En als je dat gevoel kent en je hebt dat best wel vaak, dan weet je hoe irritant het gevoel kan zijn. Maar ik ga lekker slapen, want ik moet morgen vroeg op. Want Bomba moet morgen naar de kapper. En die wordt er weer pretty. En die gaat er weer heerlijk ruiken. En die is die mooi geknipt. Dus ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze video leuk? Blauw duimpje omhoog. Of vond je deze video niet leuk? Alsnog een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Druk op de abonneerknop. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Doei!